En daarmee is het na 6 uur en daarmee zit ik hier. En dat is een grote eer en een groot genoeg. Ik ben Dolf en ik ga de komende 4 uur met jou en met u ook doorbrengen. En het was fijn om in ieder geval ook collega Joep zojuist te zien die de prachtige zin uitsprak. Ons, dat zijn wij. Want zo praten ze in Amsterdam. Ons, dat zijn wij. En ons, dat zijn ook wij hier met z'n allen. Want dat kan je misschien niet zien, maar er zijn hier heel veel mensen achter de schermen bezig. Tientallen, laat ik dat aantal noemen. Tientallen en misschien wel honderden. Mij is net verteld van als wij een week lang wat we doen, hè, een week lang dit zouden maken, hoeveel dat zou kosten. Iedereen hier die aan het werk is, en dat gaat werkelijk van camera en licht en geluid en alles eromheen. En alle mensen hier aan tafel, alle mensen buiten en filmpjes en shit. Iedereen doet het voor niks en doet het voor de cultuur. Dat is hartstikke mooi om te doen. En iedereen is hier keihard aan het werk. En de meeste mensen mogen ook een week lang helemaal het pand niet uit. Maar dat is er nog niet verteld. Want dit is pas de eerste dag dat we dit doen. Dit is het derde blok. We zijn vanochtend begonnen om 10 uur. We hebben nu al 37.320 mensen achter ons. En het worden er nog veel meer in de loop van de week. Ik zal proberen, omdat ik 4 uur ga doen, natuurlijk rustig te spreken. Begrijp ik ook wel. Het is een livestream. Niet te ingewikkeld. Maar het is fijn om hier te mogen zijn. Om hier gasten te ontvangen. Hier aan tafel dus. Instartfilmpjes. Ik heb nog met een paar collega's contact die misschien in de loop van de avond wat gaan opsturen of insturen. En we laten hier een beeld zien van ja, de cultuur, de sector waar het over gaat. De sector die in het probleem is. En het gaat natuurlijk om makers, wat ik zelf ben, om alle mensen daaromheen, wat Joep ook zei. Alle mensen die zeg maar, dat ondersteunen en die dat technisch mogelijk maken. En weer heel veel mensen daaromheen die zorgen dat er wat te eten is. En die zorgen dat er mensen theater in kunnen en dat ze hun jas kunnen ophangen. Enfin, het gaat om duizenden en duizenden en tienduizenden mensen die allemaal in die sector werken. En daarom zitten en staan wij ook hier vandaag. We zijn 10 uur begonnen. Dit is het derde blok. Tot 10 uur vanavond ben ik bij je. Dan weet je het maar vast. En dan ben je gewaarschuwd. Johanna, ik heb Johanna aan tafel. Johanna Terstegen, dat alleen al is een vreugde. Dus mijn avond is al geslaagd. Nou, mooi zo. Wij kennen elkaar een beetje uit het theater. En ik heb je vast wel eens gesproken hier en daar. Ik hoorde dat jij echt op een bepaald moment woedend was. Woedend. Oh, je bedoelt op de radio? Nou, en überhaupt, toen je hoorde wat er aan het gebeuren was met onze sector. Ja, maar ik ben ook al woedend geboren, volgens mij. Is dat zo? Ja, dat is mij heel eigen. Nee, ik werd echt heel erg boos toen ik hoorde dat er maar 300 miljoen werd uitgetrokken voor de culturele sector, waarvan dan 270 miljoen naar de gesubsidieerde sector ging. Toen dacht ik, nou weet ik niet meer wat ik moet doen. Ja. Dus toen heb ik eigenlijk... Ik ben een van de eerste geweest die een brief aan Ingrid van Engelshoven heeft geschreven. In 6 uur tijd is dat ondertekend door 1400 mensen uit het vak. Dus met z'n 1401 hebben we die brief geschreven. Om te denken aan de vrije sector. Toen was nog niet bekend wie wat zou krijgen. Ja. En dat heeft ze niet gedaan. Nou ja, het was natuurlijk ook heel veel werk voor haar. En dat moest ook allemaal heel snel. Maar het gebeurde niet. En toen was ik weer heel boos. En toen dacht ik, wat nu? Plus dat ik ook in shock was. Want ik was gewoon aan het werk, zoals heel veel mensen. En opeens was er helemaal niets meer. En ik kwam er ook achter dat eigenlijk mijn leven niet zoveel zin meer had. Niet dat ik zelfmoordgedachten had of zo. Maar als je niet kan spelen, niet kan maken. Nee, maar ik ben heel gelukkig met mijn man. Maar dat is niet genoeg. Ik ken jouw man, hartstikke leuke man. Maar het is niet voldoende. Het is niet voldoende. Twee dingen over die politiek. Daarna gaan we over Hedy Holikman praten. Eén, sommige mensen denken, 300 miljoen, dat is best veel geld. Het probleem is, als ik het goed begrijp, dat het in vergelijking met, laten we zeggen, de sierteelt en de agrarische sector natuurlijk een peanuts is. Maar ook hoe het besteed wordt. Nou, het is nog iets anders. De culturele sector en de recreatie zijn de zwaarst getroffen sectoren in Nederland. Ja. Dus die horen eigenlijk nog meer te krijgen dan de boeren. Dat is één. Boeren. En twee, dit geld wat er is, zou het kunnen dat onze minister, want het is onze minister, zou het kunnen dat zij niet doorheeft hoe deze sector in elkaar zit. Dat zij denkt dat je met 300 miljoen, waarvan een groot deel naar de grote producenten, dat je daarmee de sector redt. Ja, ik vind het ontzettend moeilijk om te antwoorden, omdat dan moet ik in haar hoofd gaan kijken en ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Stel dat want ik vind dat een minister dat hoort te weten. Okay. Dus ik denk gewoon, ja, weet je, hoe het ook is gekomen, in elk geval, dit klopt niet. Duidelijk. En zoek het lekker uit en vraag steun en hulp bij de anderen. Dus ze staat er natuurlijk wel heel erg alleen voor. Hè? Want dit politieke beleid is natuurlijk echt de afgelopen 15 jaar waren niet heel positief voor de cultuur. Nee, nou ja, we hebben het heel goed gedaan. Ik ben ook ZZP'er. We zijn echt goede ondernemers geworden. We zijn hartstikke gezond. En nu zijn we ondernemers. Eigenlijk zouden we moeten zeggen, ik ben BV Cultuur en ik klop aan bij economische zaken. Maar dan zeggen de economische zaken, nee joh, jij hoort bij de cultuur. En dan zegt de cultuur, nee, ja, we eigenlijk
zijn wij met de gesubsidieerden bezig. Dus we vallen tussen het wal en het schip. En daarom zitten we nou hier en proberen we een bewustwordingsproces op gang te brengen. Ja. Bij de politiek, maar ook bij alle mensen in Nederland. Dat wij iedere dag gebruik maken van cultuur. Maar nu zit ik niet voor mezelf, nee. Ik zit hier voor Hedy Honigman. Ik ga nog één vraag erop stellen. Er zijn mensen die nu kijken, want die komen thuis. Die hebben de hele dag buiten gezeten. Ja. Die denken, even de livestream aan, zien ze mij, even schrikken, jammer dan. Waarom zijn we een week bij elkaar? Wat willen we onze hand ophouden? Willen we geld? Waarom doen we dit? Nee, nou ja, we willen niet onze hand ophouden, want dat zou helemaal niet moeten hoeven. Wij hebben geld nodig als wij willen blijven bestaan. En als de infrastructuur niet... Als die gaat ineenstorten, ja. Als wij niet gesteund worden. En dat is het erge. En omdat er nu zoveel mensen schade hebben en onkosten die ze nooit meer in kunnen halen, omdat producties niet gespeeld gaat worden, omdat festivals niet plaatsvinden. En al dat geld is verdwenen, dat zijn allemaal ondernemers die hebben hun eigen geld daarin gestoken. Als dat wegvalt, is het normale gevolg dat straks heel veel mensen hun baan gaan verliezen. En de helft van de podia is onzeker over wat er gaat gebeuren. Theaters, of ze überhaupt open kunnen blijven, ja. Of ze overeind blijven. Ja, maar überhaupt in de hele culturele sector. Één op de drie is ZZP'er in de culturele sector. In de andere economische sectoren staat 1 op 7. Heel groot verschil, hè? Ja. En 1 op de 3 in de culturele sector dreigt zijn baan te verliezen. Dus straks zitten we met 80.000 werkelozen. Die gaan allemaal steun vragen. De infrastructuur valt om. En dat zijn mensen die allemaal, of het nou makers zijn of technici of mensen daaromheen, allemaal mensen die een bepaald talent hebben. Ja, en kennis, hè? Kennis waarmee mooie dingen worden gemaakt. Ja, al die producenten die een hele kantoor achter zich hebben, PR-mensen, noem maar op. Er is zoveel kennis vergaard. En het is niet zo dat al die kennis verdwijnt. Want dan zeggen mensen, nou ja, dan ga je toch even in coma. En dan begin je weer. Nee, als wij in coma moeten, dan staan we niet meer op. Dat is het. Duidelijk. Daarom zijn we hier. En daarom zijn we hier ook de komende uren en dus de komende 6 dagen. Dan, Hedy Honigman. Ja. Ja, je begint gelijk te glimlachen en dat begrijp ik. Ik heb er ook een paar keer mogen ontmoeten, met haar gesproken over haar werk. Waarom praten wij het nu over haar? Nou, omdat Hedy hier niet kan zijn. Omdat ze heel erg ziek is. En omdat Hedy een heel groot hart voor de cultuur heeft. Zeker. En voor de film. Omdat Hedy houdt van mensen. Omdat Hedy ons heel veel heeft gegeven. Dus ons mensen. Zij en wat is jouw band met... Je bent bevriend? Een beetje. Ik behoor tot haar beste vrienden. Dus ik ben wel een beetje bevooroordeeld. Maar dat mag ook. Ja. Ik hou heel veel van Hedy en Hedy. Hallo, je zit vast te kijken. Zeker. Nou, ik ga het proberen heel goed voor je te doen. Haar faam strekt tot ver buiten Nederland. Ze heeft heel veel prijzen gewonnen. Ze heeft het Gouden Kalf gewonnen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Living Legend Award voor haar bij de ITVA. Ze is in Peru geboren. Ze heeft in Rome op de filmacademie gezeten. Ze is naar Nederland gekomen. Ze heeft een Joodse achtergrond. Het is een wereldmens. In Hedy komt de wereld bijna samen. En dat merk je ook in haar werk. Ik ken niet alles, maar zeker in haar documentaires, dat merk je dat ook. Ja. Ze kan hier dus niet zijn, dat geef je al aan. Maar we willen haar wel laten zien en we willen haar eren. Ja, nou, ze heeft ook een boodschap ingesproken. Misschien kunnen we dat laten zien. Zeker. Waarin ze iets vertelt over waarom zij deze actie steunt. Gaan we nu naar kijken. Hola, buenos dias. Mijn naam is Hedy Honigman en ik ben filmmaker. Op een dag, een lentedag, liep ik door Amsterdam langs een boekenwinkel. En ik zag een boek van Carlos Drummond de Andrade, grote Braziliaanse dichter. Een boek over liefde en seks. Ja, dacht ik, ja, dat is iets voor mij, liefde en seks. En ik besloot een film te maken. Het werd O Amor Natural. Als u ook van liefde en seks houdt, steun dan de actie. Dankjewel. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Hedy. Het is prachtig om te zien. Het is ontroerend om te zien door wat zij zegt. En ik denk dat bijna iedereen van liefde en seks houdt, laten we eerlijk zijn. Dus we hebben heel veel mensen achter ons. Dat getal gaat echt omhoog. Alle sekswerkers die aan cultuur doen. Alle sekswerkers. Doen. En er zijn ook mensen die het voor een hobby doen, hè, seks. Oh ja? Ja, hoor oh, ik nou, wel. Ik echt niet, hoor. Als je tijd hebt. Jij zei het al, zij is echt ziek. Ja. Daarom is ze daar, is ze op beeld en is ze niet hier.
Jij spreekt haar veel, jij bent vaak daar. Ja. En zij wil de hele tijd een film met mij maken. En dan moeten we die telefoongesprekken gaan opnemen die we hebben. Maar, en dan zeg ik, ja, maar Hedy, maar als we het gaan opnemen, dan ga ik echt niet meer zo met jou praten zoals ik nu met je praat. Ja, zo. Ja, dus we spreken veel met elkaar. Ja. En je hebt ook al eerder met haar gewerkt. Ja, tot ziens. Ja. Ja. Waarvoor ik de prijs in Locarno heb gekregen. Beste actrice? Ja. Ja, dat is alweer heel lang geleden. Nou ja. Ja. Hallo. Ja. Okay. Ja, een hele mooie over. Dat gaat ook over liefde en seks, overspel. Juist. Ja. Toch een beetje een thematiek. Ja. Volgens mij wil je nog iets laten zien. Is dat uit wat zij gemaakt heeft? Of? Ja, dat is aan het einde. Okay. Ja, dat is, dan kondigt zij een stukje aan uit O Amor Natural. Ja, ik heb toen met haar ook over gesproken. En het zijn soms stoere mannen die na twee dichtregels al de tranen over de wangen lopen. Ja, het was heel leuk bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dat werd uitgereikt. Toen mocht ik ook komen. En dan mocht je dan met een paar mensen op dat toneel zitten. En Maxima was er. Juist. En ik had Maxima nog nooit ontmoet. En aan het einde kwamen we dus aan een tafeltje staan en Hedy, en ik mocht naast Hedy staan en Maxima kwam ook. En Hedy is dan zo lekker direct en die zegt Maxima, ze ging natuurlijk Spaans praten, hè, want dat kunnen ze al bij. En op een gegeven moment zegt ze, Maxima, kan Willem nog een beetje dansen? Zegt ze. En Maxima zegt, nou, het gaat wel een beetje stijve heupen, maar het wordt beter. Mag je dat soort dingen eigenlijk zeggen? Ja, wij mogen dat zeggen. Hier wel. Ik zal even kijken wat er in de regel staat. Nee, dit is allemaal live. Even kijken. Ja, nee, in principe één opmerking over de majesteit per uur. Dat is in principe wat in de regel staat. Oké, okay, dus maar ze was wel heel blij met haar man, hoor. En een man met stijve heupen kan je toch ook loskrijgen? Laten we eerlijk zijn. Maar dat gaat toch ook heel goed? Ja, volgens mij wel. We vinden Willem steeds leuker worden. Bedoel, zeker wel. Hartstikke goed. En Maxima ook. Je krijgt er helemaal warm van. Zou jij Maxima kunnen spelen? Ik denk er nu aan, omdat wij zo dicht bij elkaar zitten. Volgens mij zou jij een hele, hele fijne Maxima van zo... Ik zou het 48, heel, 150. Heel graag willen. Toch? Ja, ik zou het heel graag willen. Nou ja, er zit vast wel een regisseur te kijken en die denkt... Ja, een beetje... We hebben haar. Een beetje... Dat weet ik allemaal niet. Dat is allemaal details waar ik zien. Niet... Dat kan je toch zien? Nee, daar let ik toch niet op. Ik let puur op de inhoud. Ik ga toch niet naar de borst van de majesteit kijken. Nee, dan is het echt einde carrière. Dat voel ik aan alles. Ik kijk puur op de inhoud. Oké, Hedy, Hedy, heel graag. Wat wil je nog meer over haar vertellen? Wat wil ik nog over haar vertellen? Nou, Hedy, ik hoop dat je nog heel erg lang bij ons blijft. Ik hoop dat we nog een film gaan maken. Ik hoop dat je je documentaire af kan maken waar je nu mee bezig bent. En ik wil je bedanken voor alles wat je hebt gedaan. Prachtig. Dankjewel. Laten wij nog iets van haar zien ook? Ja. Gaan we dat doen. Een stukje uit O Amor Natural. Ja, wat ze ook dan aankondigt. Oké, laat maar zien. Hallo, ik ben Hedy Honigman, filmmaker. Ik heb een heel mooi cadeau voor u. Een stukje van mijn film O Amor Natural. De liefde natuurlijk. Amor, pues que es palabra esencial. Amor, pues que es palabra esencial, comece esta canción y toda a envolva. Amor, guíe o meu verso, enquanto o guia reúna alma e desejo, membro e vulva. Quem ousará dizer que ele é só alma? Quem não sente no corpo a alma expandir-se até desabrochar em puro grito de orgasmo, num instante de infinito? O corpo, noutro corpo entrelaçado, fundido, dissolvido, volta à origem dos seres que Platão viu completados, em um, perfeito em dois. São dois, em um. Integração na cama ou já no cosmo? Onde termina o quarto e chega aos astros? Que força em nossos flancos nos transporta a essa extrema região, etérea, eterna, ao delicioso toque do clitóris? Já tudo se transforma num relâmpago, em pequenino ponto desse corpo, a fonte, o fogo, o mel se concentraram,
Vai a penetração rompendo nuvens e devassando sóis tão fulgurantes que nunca a vista humana o suportara. Mas varado de luz, o coito segue e prossegue e se espraia de tal sorte que além de nós, além da própria vida, como ativa abstração que se faz carne, a ideia de gozar está gozando. E num sofrer de gozo entre palavras, menos que isto, sons, arquejos, ais, um só espasmo em nós atinge o clímax. É quando o amor morre de amor divino. Quantas vezes morremos um no outro, no úmido subterrâneo da vagina, nessa morte mais suave do que o sono, a pausa dos sentidos, satisfeita. E então, a paz se instaura, a paz dos deuses, estendidos na cama, qual estátuas vestidas de suor, agradecendo o que a um Deus acrescenta o amor terrestre. Zeker wel. Dat krijgt u allemaal van ons cadeau. Ik kan me voorstellen dat er nu mensen thuis zijn die denken... Ja, ik heb gewoon zin in seks. Het mag wel, maar de livestream aanlaten, toch? Op anderhalve meter, hè? Nee, niet als je met iemand bent met wie je toch seks hebt. Oh, nee, een buddy. Je mag één buddy hebben. Ja, of stel dat je een man hebt of een vrouw. Ja, dan mag het wel, ja. Maar wel de livestream aanlaten, toch? Blijven kijken. Ja, zeker. Blijven kijken. Dat is heel inspirerend. We hebben het nu gezien, toch? Dank jou, Johanna. Ik heb al getekend, hè? Je hebt al getekend. Ja. Je bent nu in dit gesprek minder boos. Maar die woede die waar we het over hadden, die borrelt nog steeds, hè? Jawel. Maar ik vind dat we nu heel erg goed bezig zijn. En dat we hebben er nu een vorm aan gegeven. Ja. En dat iedereen hier kan komen. Dit is echt een paraplu voor iedereen. Ook voor de belangenorganisaties. Voor de mensen die amateurtoneel doen en die hun regisseur moeten betalen. Alle mensen die hun geld verdienen in de cultuur. Een klein beetje of heel veel, die zijn hier welkom. Juist. Dankjewel, Johanna. Dankjewel, hè. Hoi. Veel plezier vanavond. Dankjewel. Dat was Johanna ter Stegen. En met haar sprak ik over waarom we deze actie voeren en al die andere zaken. Zo direct schuift aan. Oh, vol door het shot. Ja, ik hou daarvan. Ik vind dat mooi. Gewoon vol door het shot lopen. Ja, vind ik echt prachtig. Weet je wel, want je hebt al meer shots. En waarom zou je niet door dat shot heen lopen? Weet je wel. En mensen vinden het echt niet erg dat ze me even niet zien. Echt niet. Nee. Hartstikke leuk. Dit is wat we maken. Make it up as you go along. Ik ga één detail met u delen. Ik ga hier uren zitten. En ze denken, dat houdt hij vast wel vol. En dat gaat ook wel lukken. Maar de stoel waarop ik zit, ik weet niet wie hier voor mij al gezeten hebben. Maar dat waren echt geen zwaargewichten. Ik bedoel, feitelijk, hè. Maar dit is volgens mij echt een stoel. Nou, die heeft de Eerste Wereldoorlog nog meegemaakt. En ik ga straks kramp krijgen. Dan weet je dat maar vast. Als ik straks in een andere houding zit, dan is dat kramp. Zo direct schuif hier aan. De portier. En niet zomaar een portier, maar de portier van Koninklijke Schouwburg Den Haag. Het zou best kunnen dat er voor dat moment nog iets anders gebeurt. Dat weet ik ook niet. En er komt een bumpertje, zo heet dat. En dan kan hij even lekker door het shot lopen. En dan praten we door. Zo direct hier schuift aan. Dat is Ruud Beckhoff. En die komt zo. Maar eerst dit.